daarom. Zijn de gasten aanwezig? Ze hebben de koffie, ja. Ze hebben de koffie al? Ja. Nou, dan wordt het volgens mij hoogste tijd dat je het voor de rest zelf gaat doen, man. Super. Veel succes. Plezier. Heel veel Dankjewel. Succes. Jo. Wij kijken wel op ons telefoon. Ja, is goed. Het... De allereerste aflevering van Texel Kijken en Luisteren gaat zo beginnen. We hebben een volle tafel. We zijn het gast bij de VVV. Dus nou ja, dan kunnen we natuurlijk niet anders om zo meteen even met Frank te praten, de directeur van de VVV. We hebben live muziek van Artex. We hebben twee Texelse evenementen. We hebben de Amuse Tour, Mark Foods, de Natuurtip met Klaas de Jong en nog veel meer. Laten we gaan beginnen. Een hele goede morgen. Frank. Kijken en luisteren vindt plaats hier bij de VVV. Frank, dankjewel dat we hier als eerst mogen gaan zitten. Ja, nou, van harte welkom. Ja. De directeur van de VVV ben je. Hoe lang al? Sinds 1 september van het afgelopen jaar. Ja? Dus we gaan nu naar 7 maanden. 7 maanden, dan ben je al de directeur van Texel. Ja, voordat je de directeur van Texel was, wat voor band had je toen met Texel? Privé, op vakantie gaan met mijn ouders. Ik denk zoals heel veel. Ik denk zoals heel veel bezoekers, heel veel gasten. Ook met mijn ouders vroeger kennis gemaakt met het Texelse eiland. En dan ben je hier naartoe gelopen en zeg je tegen Wouter de Waal, ik word de nieuwe directeur. Of hoe is dat gegaan? Ja, ik zei het wordt na 9 jaar wel een keer tijd, ja. Denk ik. Nee, maar hoe is dat gegaan? Hoe ben je de directeur geworden? Nou, dat is een vrij uitgebreid traject geweest. Maar ik had bij mijn vorige werkgever besloten om op zoek te gaan naar iets anders. Een nieuwe uitdaging. Ik heb 11,5 jaar bij Centerparks gewerkt. Zou iets heel anders? Ja, maar ook nee. Maar ik was op zoek naar iets nieuws en toen kwam dit onder mijn aandacht, een advertentie in de landelijke krant. En eigenlijk heb ik na 24 uur later heb ik gewoon mijn cv en motivatiebrief op de post gedaan. Hoe enthousiast waren ze dat iemand die bij Centerparks heeft gewerkt bij VVV komt? Het zal niet tegengewerkt hebben, denk ik. Nee. Nou ja, de VVV dat is op Texel wel bekend, voor toeristen nog veel meer. Maar wat moet Texel nou echt weten van de VVV? Want eigenlijk is het voor ons, nou ja, hier komen de toeristen. Jullie geven wat aandacht aan alle Texelse ondernemers. Maar wat doen jullie hier echt? Nou, ik zou het sowieso leuk vinden. Daarom vind ik het ook heel tof dat jullie hier vandaag ook wilden zijn. Met de start van jouw programma. Om ook juist iets meer inzichtelijk te maken van wat gebeurt hier nou allemaal. Dus voor de mensen die dat onverhoopt niet weten, wij verschaffen uiteraard informatie met heel veel enthousiasme en veel plezier vanaf deze locatie en onze website aan gasten die interesse hebben om naar Texel te komen of die al op Texel zijn. Maar daarnaast zijn we ook, doen we heel veel aan marketing om Texel als bestemming te promoten. En hebben we ook nog een keer de functie dat mensen ook accommodaties kunnen boeken via de VVV Texel. En de Texelaars die hebben natuurlijk de ondernemers veel aan jullie om dat jullie de toeristen bij de Texelse bedrijven inzetten. Maar wat heeft Texel nog meer aan de VVV als Texelaar zijnde? Kijk, ik denk zeker dat ook de groep ondernemers, hè, dat we ook daar een hele relevante rol hebben. Hè. Ja. We hebben, als ik goed geïnformeerd ben, zo om en nabij de 1200 ondernemers op het eiland, waarvan het overgrote deel ook zich verenigd heeft in het Texels ondernemersplatform. Samen met dat platform zijn wij natuurlijk altijd ook bezig om te kijken hoe dat wij ondernemers kunnen helpen. Kunnen adviseren over hoe dat ze geboekt kunnen worden, bijvoorbeeld op onze website. Hoe we ze kunnen verbeteren in de communicatie en presentatie. We gaan ook in de nabije toekomst veel meer informatie verschaffen richting ondernemers als het gaat om onderzoeken, als het gaat om trends en ontwikkelingen enzovoort. Texel is heel mooi, dat vinden wij als toeristen, dat vinden de toeristen mooi, dat vinden wij als Texelaars mooi. Laten we heel even naar een filmpje gaan kijken van Texel.
Julius de VVV, mensen die gaan hun vakantie beginnen, die komen eigenlijk eerst hierheen. Wat voor leuke verhalen krijgen jullie te horen aan de balie? Wij mogen hier dan al gisteren aan het opbouwen zijn. Je hebt mensen die zijn ontevreden met sommige dingen, maar je hebt ook hele leuke verhalen aan de balie. Noem maar eens een paar. Nou, kijk, ik zit na 7 maanden, heb ik natuurlijk nog niet heel vaak de cyclus meegemaakt dat mensen al gaan terugkomen. Dus ik denk dat de meest spectaculaire of de leukste verhalen, dat ik die nog mag gaan meemaken. Tenminste, dat hoop ik ook. Ja. Maar weet je, iets waar ik wel altijd heel erg van geniet, dat is dus het gegeven dat mensen terugkomen en zich ook enorm thuis voelen op het moment dat ze in contact komen met de VVV. Ja. Dat ze hier aan de balie zijn, dat men een kopje koffie krijgt en drinkt, dat men hier rond kan kijken en weer kan zeggen van joh, we zijn er weer. We zijn er weer. Ja. Een hele mooie Facebookpagina, Texelma Eiland. Daar worden ook allemaal zulke dingen opgezet. We hebben iemand bij de Texelse krant, Job Schepers, die maakt een mooie blog. Die had ergens in januari iets opgezet. Texel raakte vol of zoiets. Merken jullie ook van dat, wij gaan nu op vakantie hier, dat ze de mensen meteen weer boeken voor het jaar erop? Dat ze meteen weer boeken omdat het hier zo geweldig is? Volgens mij is het sowieso een ontwikkeling in de markt op dit moment. Hè, dat men, het gaat beter in Nederland, de economie trekt aan, de inflatie, meer banen. En dan is vaak een van de eerste signalen die je dan daarna ziet, is dat men ook vaker op vakantie gaat. En men ook, financieel ook, de ruimte en de mogelijkheden heeft om sneller te boeken. Dus dat zien wij zeker ook op Texel gebeuren. Juist omdat Texel ook al zo populair is. Ja, dat mensen wel graag verzekerd willen zijn van dat ene mooie, fijne plekje waar ze afgelopen jaar ook hebben gestaan. Texel is voor alles mooi. Blijf je voorlopig nog directeur? Ja, dat als het aan jou ligt wel, hè? Als het aan mij ligt, blijf ik voorlopig hier nog lekker eventjes bij de VVV. Dankjewel, Frank. Graag gedaan, Aaron. Ja, we hebben elke uitzending live muziek en dat is super mooi. Artex die doet elke maand live muziek. We gaan naar het Artex talent van de maand kijken. Dit keer Henky. Artex levert elke keer een mooi talent aan. Laten we naar de muziek gaan. Fall far behind.
Henkie Daalder en Elke van Eerwaarde, het Artex talent van de maand. Elke maand hebben we live muziek van Artex. Deze keer deze twee meiden. Dankjewel. Ja, overstag, als we het toch over muziek hebben, er is weer een nieuw evenement bijgekomen en niet zomaar eentje. Het is goed ontvangen, hè Art? Het is onwijs goed ontvangen. Overstag. Ja, ja, we hebben al heel veel muziekevenementen op Texel. Vorig jaar zijn jullie op het idee gekomen om er nog eentje bij te doen. Ja. Nou, dat was helemaal geen verkeerde keus, maar hoe is het gekomen? Overstag. Sil van Dijk zit bedenken, zeg maar. Die kwam met een ideetje en dat hebben we uitgebreid tot wat nu Overstag is, zeg maar. Mijn muzikant gevraagd van, wat denken jullie ervan om hier mee te werken, zeg maar, individueel. Alle mensen in potjes gestopt, drummers, potje bassisten, potje zangers. We hebben een loting uitgetrokken en zo zijn er 10 bands ontstaan met 70 muzikanten in totaal. We zijn nu al een beetje naar het vorige weekend gegaan. Maar ja, een nieuw evenement, Overstag, eigenlijk een naam die wel wat uitstraalt. En dan komt het in de Texelse krant. Hoe snel gingen die aanmeldingen, Willemijn? De eerste die was binnen 10 minuten. Ja. Dat was Suzanne Vlaming. Die had al een tijd niet op de bühne gestaan natuurlijk. Dus die, en eigenlijk, ik denk de eerste 2-3 weken dat gewoon alle aanmeldingen wel binnen waren. Nou ja, en dan gaan jullie in de compagnie alle loodjes bij elkaar doen. Eerst mocht de burgemeester en Erik Hercules mochten de eerste trekken. Maar het was drukker als verwacht, hè? Met extra publiek. Je bedoelt uiteindelijk In de compagnie. Ja. Dat is echt. Nou ja, dan is het een super geslaagde avond. Hoe vonden jullie het? Je begint iets en dan wordt het zo druk. De compagnie staat vol. Hoe voelt dat als organisatie zijnde? Ja, onwijs goed. Ja, heerlijk. Dat kan niet anders, weet je. Als er zoveel leuke reacties op komen. Ja. En ook dat de media zo verschrikkelijk er goed aan meewerkt, zeg maar. Het op heeft gepakt. En alle bands gewoon iedere week worden uitgelicht. En daarna ook nog in de Texelse krant van de week nog gewoon op 3 pagina's gewoon lang en breed uitgemeten. Weet je. Dat is echt, geeft onwijs goed gevoel. Dat is echt prachtig. Ja, want we hebben vorig weekend het eindresultaat kunnen zien. Maar daarvooraf hebben ze een half jaar geoefend in bunkertjes met bier erbij. Volgens mij was dat nog het leukste van die hele avond zelf. Ja, dat is een onwijs mooi traject voor die mensen zeker. Weet je. En iedereen die zo enthousiast is en met muziek bezig is. De een wat minder muzikaal onderlegd dan de ander, maar het heft elkaar, het trekt elkaar allemaal op. En het is, Zijn er nog wat leuke anekdotes daarover, Willemijn, over het oefenen voor vorig weekend? Leuke anekdotes? Dan moet ik even graven. Nou ja. Het is een en al, weet je. Gewoon één groot feestje. Ja. Weet je. En je hoort nu ook veel reacties van mensen die het gewoon nu al missen, vorige week. En ook zijn de bandjes die gewoon samen verder gaan met het Overstagbandje. Maar echt anekdotes, die weet ik zo niet even. Maar het was gewoon elke avond een feestje. Bij de Overstag, bij de compagnie, was super gezellig. Nou ja, dan gaan mensen oefenen, een half jaar de tijd om te oefenen. Ze kregen allemaal 5 nummers. Het werd in een top 2000 spel zeg maar bekendgemaakt. Zijn er heel veel nummers helemaal anders gemaakt? Want dat mocht, als je een bluesnummer en een jazz maakt, is dat gebeurd? Over het algemeen, ik denk dat het is zeker gebeurd. Kijk, iedereen doet naar zijn kunnen zijn nummers. En dat verandert automatisch wel een beetje zeg maar, naar het kunnen van de muzikanten en van de band. Nou ja, dan de avond zelf. Vrijdag en zaterdag, 17 en 18 maart. Ja, dan zit je vrijdagmiddag om 12 uur mochten jullie pas in de CFI. Hoe... CV. Ja. Hoe was dat? Ja, je mag om 12 uur en om 7 uur moet het staan. Het plan was dat we er om 12 uur in mochten, maar we mochten er toch om 8 uur 's morgens al in. Oh, okay. Dus een aantal van ons, ik niet, maar die waren heel voortvarend in. Die waren er ook 's morgens om 8 uur. En ik denk dat we om 10 uur ongeveer echt zijn gaan opbouwen. En dat was eigenlijk, vond ik het wel heel bijzonder, want wij waren aan het opbouwen, maar... De vissersmannen die waren ook gewoon nog de hele dag lekker een netje aan het boeten. Dus het, Nou ja, dan komen we op vrijdag 17 maart. Dan komen de eerste mensen komen binnen. Ja. Dat moet een kickgevoel geven. Ja. Wat?
Ja, zeker als die zaal helemaal vol loopt en gewoon keurig netjes op om tussen 7 en half 8. Gewoon dat er in één keer gewoon de 400 mensen binnenkomt komt wandelen en gewoon echt in volle afwachting staan te kijken van wat gaat er gebeuren. En ja, dan gaat het los en dan zijn reacties die zijn enorm. Weet je. Dat is echt, de avond begon om 7:45 ja. Met Judith Wochem. Ja. Hoe was dat? Want alle heel veel zangeressen, zangers, die kregen een half jaar les van haar. En dan openen ze zoiets. Hoe was dat? Ja, nou, dat is eigenlijk tijdens Overstag ontstaan. Want het was niet de bedoeling. Nee, was niet de bedoeling. Maar ze hadden die workshop en ze hadden zoiets. Nou, we steken er zoveel energie in. We willen graag op dat podium. En ik denk dat het heel goed uitgepakt heeft. Dat het gewoon een hele mooie opening was van Overstag. Nou ja, de eerste avond was al geweldig. Daar hebben we wat beelden van de eerste avond, van Overstag. We zien in beeld het eerste beentje van de vrijdagavond. Kunnen jullie wat uitleggen daarover? Isabella Bakker was dat. Sil van Dijk zat natuurlijk ook in de organisatie, dus die had de dubbel druk. En er staan er 500 mensen op de eerste avond, de vrijdagavond. 500 mensen die helemaal uit hun dak gaan. En dit is dan een van de eerste beentjes van Overstag. Was super gezellig. Maar ja, zoveel zenuwen op elkaar. En ja, oudere mensen deden er mee, jongere mensen die eigenlijk nooit op het podium staan, sommigen. En dan vergeet je ook wel eens je tekst, hè? Op vrijdag. We zijn met. Ja, inderdaad. Ja, dat gebeurt. Maar ja, het is gewoon doorgaan. Je mag niet stoppen. Het is een show en het must go on, weet je. De zaterdag waren we niet bij, maar die was wel leuk, hè? Ja, nou, ja. Beide avonden waren geweldig natuurlijk. En zaterdag was ook één uitverkocht en gewoon één groot feest. Maar beide avonden waren. Ja, voor ons geweldig en geslaagd. En dan denk ik dat de grote vraag is voor de mensen. Volgend jaar, over 2 jaar, over 3 jaar. Wanneer komt Overstag terug, Ad? Wij hebben begin volgende week hebben we een evaluatie. En dan gaan we dat eens even rustig bekijken. Het is denk ik niet te doen om het ieder jaar te doen. Nee. Dus het gaat sowieso 2 jaar overheen. En misschien 3 jaar, maar dat maken we volgende week. Dus over 3 jaar zien we Overstag weer terug waarschijnlijk met de tweede editie. Ja, dat het er komen gaat, dat is een ding wat zeker is. Maar wanneer, dat laten we nog even in het midden. Super, ja. Dankjewel. Graag gedaan. Overstag, het was een geweldige editie. En we hebben wat hele leuke dingen op Texel gedaan. Dat is ook Texel kijken en luisteren. We nemen de hele maand met u door. Wat is er deze maand allemaal gebeurd? En zaterdag 4 februari was de vrijwilligersmiddag voor heel veel vrijwilligers op Texel. In de Kiekendief in Koksdorp. Georganiseerd door Texels Welzijn. En Maarten van Rossum sprak ze toe. Gaan we beginnen, want sommigen van jullie zitten al een uur minstens te wachten. Dat doen jullie goed. Wij zijn heel tevreden over het leven in Nederland en in mijn eigen leven, de straat waarin ze wonen en de plaats waarin ze wonen, en over het vrijwilligerswerk en over wat inderdaad in Nederland een bijzondere distinctie is, want zoveel vrijwilligerswerk duidt natuurlijk op een goede, niet waar, en functionele samenleving. Als die dysfunctioneel zou zijn, als iedereen verteerd zou zijn door boosheid, nou kijk, als u hartstikke boos bent, je wordt wakker en ik denk al aan coronavirus. Ik kan ook reeds schelen die dit aan de bejaar. Met betreft zuipen ze allemaal in hun eigen pis. Zo, dan gaat u niet helpen natuurlijk. Als u zichzelf op het kort gedaan voelt, gaat u niet helpen. Dat is ook gedeeltelijk uit het gevoel van, zolang ik dat kan, waarom zou ik het niet doen? En laten we hopen dat als ik zelf dement word, dat er ook iemand komt om mijn boek weer recht te trekken. We staan bij Maarten van Rossum hier op de Krim. U heeft vanmiddag voor 250 vrijwilligers gesproken. Hoe was het? Nou, gezellig. Het leken me heel sympathieke vrijwilligers. Maar vrijwilligers zijn natuurlijk per definitie al hele sympathieke types. En ik heb vermeld dat ik zelf nog niet zo'n geweldige vrijwilliger was. Zij dat ik vandaag natuurlijk wel vrijwilliger was bij het toespreken van de vrijwilligers. Want u heeft in uw verhaal gezegd dat dit uw enigste vrijwilligerswerk wat u tot nu toe hebt gedaan. Het was het enige vrijwilligerswerk wat ik me kon herinneren in ieder geval. Ik heb even mijn geheugen afgezocht, maar ik ben geen goede vrijwilliger tot op heden.
U bent hier gekomen vandaag om te praten over vrijwilligers. Hoe had Nederland eruit gezien zonder vrijwilligers in uw ogen? Nou, aanzienlijk minder vriendelijker dan het er nu uitziet. Want ik ben begonnen met te vermelden, dat is een beetje een wetenschappelijk begrip, maar wel bruikbaar. Met te vermelden dat Nederland een zogenaamde high trust society is. Dat in principe er een groot onderling vertrouwen is in andere Nederlanders, in de ruimste zin van dat woord. En dat een van de factoren niet waar die dat mede veroorzaakt, het is natuurlijk een kip en een ei kwestie, is de enorme hoeveelheid mantelzorgers, vrijwilligers die Nederland kent. Veel meer dan in het buitenland, dat is het interessante juist. Hoe was deze middag? Geweldig. Nee, de opkomst was geweldig, het enthousiasme van mensen. Ja, een verhaal van Maarten is natuurlijk altijd een plezier als je daarnaar mag kijken. En ik vond het ook wel heel leuk om de verrassende opmerking te horen dat dit misschien wel een van zijn eerste keren vrijwilligerswerk in zijn leven is geweest. Dus ik hoop dat hij ervan genoten heeft. Wij wel. Wat hij net allemaal heeft verteld, was het super. Wat doet Tessels Welzijn allemaal hier op Texel? Op Texels Welzijn is de brede welzijnsorganisatie die eigenlijk altijd bezig is met het goed leven en samenleven van mensen. Nou, wat zal ik noemen? Wij hebben bijvoorbeeld een heel deel zitten. We hebben dorpswerkers. Die zijn elk dorp aanwezig, actief. En ze zijn een eerste aanspreekpunt voor alle vragen die burgers hebben. We hebben wonen plus activiteiten. Dat zijn eigenlijk activiteiten die het met name ouderen, maar ook andere kwetsbare burgers langer mogelijk maakt om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. En dan kun je denken aan het ziekenvervoer naar Den Helder, aan tafeltje dekje. Op Texel hebben wij naast heel veel vrijwilligers, waar wij dus ook een taak in hebben in de zin van de waarderingsdag zoals vandaag. Maar we hebben zelf ook 200 vrijwilligers die we natuurlijk ook op allerlei manieren proberen te ondersteunen. We hebben ook heel veel mantelzorgers. En onze taak is ook om mantelzorgers, daar waar zij ze even iets nodig hebben, dat wij of anderen er dan voor hun zijn. Dus dat is ook een belangrijke taak. En gelukkig hebben we nog een hele grote burenton, waar heel veel mensen met allerlei activiteiten bezig zijn. En die mensen ook kunnen gebruiken om elkaar te ontmoeten, om je te ontwikkelen of gewoon voor de gezelligheid. Henny Huisman, wethouder van Texel, hoe vond jij deze middag? Nou, heel gezellig in ieder geval, want met Maarten van Rossum valt er altijd wat te lachen natuurlijk. Dus ik had me er ook wel erg op verheugd. En het is ook echt niet tegengevallen. Nee. Deze middag ging over vrijwilligers. In jouw ogen, hoe belangrijk zijn vrijwilligers? Ja, vrijwilligers zijn natuurlijk hartstikke belangrijk. Omdat je, nou ja, zoals Loesje zegt dan, hè, die posters van Loesje, vrijwilligers zijn onbetaalbaar. En dat is maar goed ook. En zo is het denk ik ook. Het is eigenlijk niet te betalen als je dat allemaal zou moeten inhuren. Maar als je geen mensen hebt die dat onbaatzuchtig zouden willen doen, dan heb je wel een probleem. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Robin Konijn van Mark Foods zit aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen, Aaron. Goedemorgen. Ja, en dat is wel leuk voor de mensen thuis. We hebben elke uitzending, elke laatste zaterdag van de maand, hebben we een vast item. De Zilte Keuken. Dit keer zit jij aan tafel over een nieuw project te praten. Maar we gaan binnenkort koken met misschien wel de aardappelen. We gaan elke keer wat leuks doen met de Zilte Keuken van Mark Foods. Ja, de grote vraag is eigenlijk, Robin, we weten wel wat Mark Foods is. We hebben die naam wel eens gehoord, we lezen het wel eens in de krant. Maar weten we eigenlijk wel wat het inhoudt? Wat, kan je heel kort uitleggen, wat is Mark Foods eigenlijk? Nou, Mark Foods, er zit heel veel in de naam, is opgestart door Mark van Rijsselbergen. Nou, Mark is pionier, productontwikkelaar, heeft heel lang zich bezig gehouden met biologisch dynamische landbouw. En is een aantal jaren geleden ook begonnen met teelt van zilte groenten. En die zilte groenten, dat kunnen zijn lamsoort, zeekraal, een aantal van die dingen die hier op tafel staan, die brengen we onder de naam Mark Foods in de markt. En waar is het zeg maar mee begonnen? Is het met de aardappel begonnen? Is het met de lamsoort begonnen? Ja, we hebben een beperkte tijd, het is een heel verhaal, maar uiteindelijk is het begonnen. Mark was vroeger, heeft hij lamsoort geteeld, commercieel voor Albert Heijn. Is daarmee gestopt en is later door de Vrije Universiteit Amsterdam gevraagd om een project met hen te doen met Zeekool. Dat was in 2006. En toen is eigenlijk het kennisontwikkelingsbedrijf, zilproefbedrijf begonnen. Maar ja, waar wij een beetje bijzonder in zijn, is dat we dan geen rapporten schrijven, maar het proberen tastbaar te maken. En vandaar dat je hier toch weer producten in verpakkingen ziet staan. Ja, want we hebben hier dan de zeekool, de lamsoort, de aardappelen, de ijskruiden. Ja. Maar hoe wordt het gemaakt? Kijk, het is zo, wij hebben een stuk grond bij de Horen aan de Mokweg. Daar telen we de zilte groenten.
Wat daarbij wel bijzonder is, dat zeekraal en lamsoor en zeekal, dat zijn groentes die van nature al goed kunnen omgaan met zout water. Dat zijn gewoon zoutminnende planten. Aardappel is dat veel minder bekend van. En daar hebben we heel veel onderzoek naar gedaan. Welke aardappelvariëteiten zijn zouttolerant? En honderden aardappelrassen gescreend. En deze zijn eruit gekomen als en heel zouttolerant en heel smakelijk. Heel smakelijk, maar hoe gaat het? Je hebt verschillende aardappelen. Ja. En daar is deze dan uitgekomen. Zit er veel smaakverschil in soorten werking? Nou, wij zijn in principe hebben aardappels gescreend, en dat doen we ook met meer groenten, op zouttolerantie. Daar begint het mee. Daar hebben we een prachtig proefveld mee. Dat doen we dus bij het Zielproefbedrijf. Dan screenen we eerst welke aardappels zijn zouttolerant. En vervolgens is ook onderdeel van ons onderzoek geweest hoe smaken ze. Dus ze zijn ook getest door een smaakpanel van de Universiteit Wageningen. Waar ze heel goed uitkomen met heel veel aroma's. Maar dat is een bijvangst van eigenlijk de veel grotere ontwikkeling. Dat die aardappels het ook onder hele moeilijke omstandigheden goed doen. Want volgens mij vinden we de aardappels en de ijskruiden niet alleen op Texel. Nee, absoluut niet. Waar is het allemaal te vinden? Voor de mensen op Texel, je kunt het bij bijna iedere Texelse supermarkt kun je onze producten kopen. Daarnaast distribueren we via Ecoplaza. En er zijn nog een aantal ketens, maar het is niet zo dat we nog een landelijke dekking hebben. Maar het is op hier en daar in de biologische handel goed verkrijgbaar. Je zei dit al, het Zilte-proefbedrijf. Wat is het Zilte-proefbedrijf? Nou, Zilte-proefbedrijf is veel meer een kennisbedrijf waarin wij kennis ontwikkelen op het gebied van zilte teelt. En die kennis, die is eigenlijk uniek, uniek in de wereld met onze aanpak en de manier waarop we naar een aantal dingen kijken op het gebied van zilte teelt. Over zilte teelt gesproken, jullie zijn bezig met een nieuw project in Bangladesh. Ja, ja. Wanneer, hoe gaat dat van start? Nou kijk, wat belangrijk is voor ons, we willen iedere keer stappen voorwaarts maken. Dus wij hebben heel veel gedaan hier op Texel en vervolgens hadden wij aardappels geselecteerd. Die heel zouttolerant waren. Daar zijn we mee naar Pakistan gegaan. Dan blijkt dat alleen aardappels selecteren en dat in die arme landen bij ons al de boeren goed laten groeien, dat er nog heel veel meer bij komt kijken. Dus we hebben heel veel internationale aandacht gehad. En we zijn uiteindelijk ook benaderd om in Bangladesh aan te schuiven. En wij hebben daar nu ICO een geweldige partner gevonden. Dus een Nederlandse christelijke hulporganisatie die daar een enorm netwerk van boeren heeft. En wij gaan nu proberen, dat gaat ons lukken neem ik aan, de mensen van Ikouwe op te leiden. Zodat zij de boeren kunnen begeleiden hoe om te gaan met de zilte teelt. En ondertussen gaan we onze zouttolerante gewassen daar proberen heen te brengen. En dan niet zeekraal of wat, dat eten ze daar niet. Maar wortels en uien en kolen en dat soort gewassen. En hoe lang gaat het project duren? Het is een 3-jarig project. En formeel start het nu zo'n beetje, dus ik vlieg komende maandag naar Bangladesh. Wat is jouw taak daar in Bangladesh? Nou, ik weet niks van teelt. Nee. ik doe het financieel organisatorische deel en met name nu met ICO. Ja, moeten wij gewoon goede afspraken. We hebben een heel goed plan gemaakt, maar nu moeten natuurlijk de puntjes op de i. En we moeten daarbij ook een heel aantal partners daar nog bij betrekken. Nou, en dat is mijn rol, dus daarvoor vlieg ik naar Dhaka. En heb ik een druk agenda en dan vlieg ik daarna gelukkig weer terug. Gaan wij spullen daar wat in Bangladesh gemaakt wordt, gaan wij dat ook proeven op Texel? Nee. Nee? Nee. Nee. Dat gaat niet. Nee, kijk, waar het ons om gaat, het zijn kleine boeren daar in de zuidregio van Bangladesh. Die hebben gewoon een enorm verziltingsprobleem, met name in de winter. Hebben dan geen teelt. Nou, als het daar op gang komt, dan zal dat productie zijn voor hun eigen eten. En daar zal niet of nauwelijks, denk ik, nog een handel naar elders ontstaan. Bangladesh is eigenlijk niet eens een heel groot land, maar er wonen heel veel mensen. Dus in het stukje waar wij gaan opereren wonen geloof ik 60 of 70 miljoen mensen. Nou, die hebben genoeg behoefte aan eten. Robin, dankjewel. Okay, ja. Succes met het nieuwe project in Bangladesh. Dankjewel. Ja, dan is het geweldig om zulke dingen te doen. Laten we wel even naar een filmpje gaan van een van de sponsoren.
Valerie Jongeneel zit aan tafel om te praten over de Amuse-tour. Die over anderhalf uur van start gaat. Om 12 uur gaat die beginnen. Ja, de Silte producten liggen al op tafel. De Amuse-tour op Texel. Korte uitleg, kan je die geven? Ja, natuurlijk. Ja, de eerste Amuse-tour van het jaar vindt plaats in Den Burg. Vandaag inderdaad tussen 12 en 5. En het is een culinaire wandeling eigenlijk door het centrum van Den Burg. En op 16 juni over de haven van Oudeschild. Waarbij de bezoekers kunnen genieten van 8 verschillende amuses met bijpassende drankjes. Dat wordt geregeld door jou. Je hebt heel veel evenementen. De Amuse-tour in Den Burg is dus vandaag. Wanneer is de Amuse-tour in Oudeschild? Die is op 16 juni, vrijdagavond. Dus vandaag van 12 tot 5. En 16 juni is het in de avond van 6 tot 10. Dat op een avond is ook mooi. Zeker in Oudeschild. Ja, zoveel gerechtjes. Hoeveel mensen doen er mee? Er zijn per locatie, dus per tour, zijn er 8 deelnemende bedrijven. Het zijn een aantal kleine hapjes, maar je zit ook zeker wel vol aan het eind van de rit, hoor. We hebben aardig wat hapjes op foto, hebben jullie gezet. Laten we daar heel even naar gaan kijken. Ja. Vol, wat zien de mensen nu thuis? Ja, dit is de amuse van Dave van de Smulpot. Ja. En dat is een kokoscurry. Dan gaan we even een buitenlands tripje meemaken. Dan gaan we jeppen veel meer. Dan ga je door naar de volgende. En deze? Ja, dat is de amuse van het Schoutenhuis. En dat is een rundertartaar van Tessels Weiderund met een kortel eitje. Die is van de... Ja, deze is van een nieuwkomer van Sharpfood TX. Die heeft vandaag de primeur in het Glazen Paleis. Dat wou ik net zeggen, want hoe is dat, het Glazen Paleis? Een mooie restaurantje is daar zeg maar gebouwd. Ja, we hebben nu een eerste pop-up variant in het Glazen Paleis van de Stichting Wezentuin. Marga Lakwijk die was zo gastvrij om ons daar met de Amuse Tour toe te laten. En we hebben het omgebouwd. Dus de mensen kunnen vandaag, al doen ze niet mee met de tour, graag zeker even kijken met wat er mogelijk is met deze mooie locatie. Want kunnen mensen nog hun kaartje kopen? Ja, de kaartverkoop is in principe nu gestopt. Want de chefs moeten zich ook kunnen voorbereiden. En op de aantallen kunnen inspelen. Jullie hebben nog een paar gerechten. Laten we even kijken. Ja, dit is van lokaal 16. Het dessert lijkt het wel. Ja, het zijn allemaal heerlijke zoete zaligheden van de groene zusjes. Van lokaal 16. Ja, verantwoord in ieder geval. Ja, nou deze is van Smakelijk en Meer. Dat is een lollyfeest met 3 verschillende variaties, waaronder eentje met ganzenfilet. Is heel verschillende gerechtjes met hele andere dingen. Ja, dat is ook de bedoeling. Dat is leuk. Ja. Ja, jij doet dan nu de 2 Amuse-toeren, maar wat heb je nog meer voor evenementen? Nou ja, sowieso de datum die de mensen zeker in hun agenda moeten zetten is het laatste weekend van juli. 28, 29, 30 juli is het Beachfood Festival. 3 dagen? Ja, dit jaar 3 dagen. Oh, je hebt gelijk de primeur. Ja, trouwens. Nou ja, de primeur. Nou, alsjeblieft. Dankjewel. Nee, 3 dagen dit jaar. En bij het Waddenstrandje, bij de Waddenhaven in Oudeschild. En dat zijn alleen maar foodtrucks, hè? Nou, het zijn eigenlijk mobiele keukens. Dus het is meer een outdoor cooking event. Dus de ene komt in een foodtruck, de ander komt met een kraam, de ander komt onder een tent. Los. Het is heel, heel open, heel toegankelijk en op allerlei verschillende manieren. Dat later pas. Eerst de Amuse Tour. Ben je er klaar voor? Zijn de mensen er klaar voor? Ja, volgens mij wel. Iedereen heeft er zeker wel zin in. En, het weer is goed. Het weer is prachtig. En voor een wandeling door Den Burg denk ik dat we de juiste ingrediënten te pakken hebben. Super bedankt. Ja, jij ook. Valerie Jongeneel was dat over de Amuse Tour die vandaag gehouden wordt. Binnenkort in Oudeschild, maar volg dat www.amusetourtessel.nl. Ja, we gaan zo meteen naar de Tesselse maand. Maar laten we eerst even naar de natuurtip gaan van de maand. Ja, Klaas de Jong zit daarvoor aan tafel over de natuurtip van de maand. Elke maand hebben we een natuurtip. Ja, je kon even tijd voor ons vrijmaken, hè, want je bent eigenlijk bezig met een excursie. Dat klopt. Ik zit midden in mijn vogelsafari van zaterdagochtend. Maar dat kon er even tussendoor. Ja, Klaas de Jong, de meeste mensen zouden jou kennen. Dit is toch die man van het tv-programma waar jij mee hebt gedaan? Dat klopt, ja. Waar heb je aan meegedaan en hoe was het? Het heet In de Ban van de Condor. Het was een televisieprogramma dat begon op Texel. En reisde zo wat eerst door Nederland, daarna naar Georgië en naar Peru, achter vogels aan. Ik moest als deelnemer opdrachten doen in
vogels tellen, vogels ringen, bestemmen. Nou ja, er waren allerlei opdrachten. En er waren 4 teams, dus je moest daar een beetje handig in zijn en er doorheen lopen. Je zei net al, je bent bezig met een tocht. Ja. Het zullen geen kikkerskijkers zijn. Wat doen jullie allemaal met zo'n tocht? Waar begint het? En... Nou, het begint eigenlijk, ik haal de deelnemers op, dus het begint ongeveer bij het huis van de laatste deelnemer. Daar haalt ze allemaal op? Ik haal ze allemaal op 's morgens. Ik breng ze rond de lunch dan nu weer thuis. En tussendoor bekijken we vogels. We bezoeken wat verschillende natuurgebieden. We hebben natuurlijk aan de oostkant een hele vogelboulevard. Hè. Allerlei gebieden aan de oostkant van het eiland die helemaal vol met vogels staan. Zeker met vloed, als het op de Waddenzee niet leuk meer is voor de vogels. Dan zitten er heel veel vogels op de plasjes aan de binnenkant van de dijk. Daar is nu ook weer een nieuw stuk gebouwd bij Sluishoek, bij Dijkmanshuizen. Daar is een vogelkijkhut waar je kunt zitten, waar je eventjes rustig de vogels kunt bestuderen. Telescoop erop, verrekijker erbij. Het is wel een rust iets, hè? Je moet wel de rust ervoor hebben. Je moet niet wild lopen, rennen en doen, dan gaan ze toch wel verder weg. Niks voor mij dus. we hadden gevraagd of je wat foto's mee wou nemen. Ja. Om te gaan kijken naar wat doe je nou op zo'n excursie allemaal. Ja. Laten we even naar wat foto's kijken. We zien in beeld, voor mij is het een vogel, maar wat is het? Het is een blauwborst. Ja. En die zijn eigenlijk nu net terug uit Afrika. Het is nu eind maart. En eind maart is dat de tijd dat de eerste blauwborsten terugkomen. De mannetjes komen als eerste terug en die zoeken een territorium. En daarvoor zingen ze om het hardst in het riet, veel rond de horsmeertjes. Daar kun je zo een aantal blauwborsten tegenkomen op een ochtend. Maar het is natuurlijk een van de mooiste vogels die je gezien hebt. Het is de enigste vogel die we hier kunnen zien. Nee. Laten we doorgaan naar een volgende. Een beetje een donkere foto, maar het is een blauwe kiekendief. En blauwe kiekendieven zijn in heel Nederland eigenlijk heel zeldzaam. Er zijn maar 10, 15 paar nog van over in heel Nederland. Die zie je ook hier op Texel? En die zie je eigenlijk vooral op Texel. Vooral op Texel. Hebben 4 van die 10 paren hebben wij broedend op het eiland. En ze overwinteren hier ook. Dus die kun je jaar rond hier aantreffen. En daar komen ook echt veel vogelaars, fotografen, komen daarop af. Van hier kun je tenminste nog een blauwe kiekendief zien. Die kunnen we hier zien. Als je met jou meegaat, dan krijg je daar alle uitleg voor. We hebben als het goed is nog een paar foto's. Ja. En deze dan, een mooie foto. Dit is een dwergsterren. Ja. Een dwergsterren is uit de familie van sterrens. Die worden in Duits zeeschwalben genoemd, een zeeschwaluw. En die zijn wat eleganter dan meeuwen. Zijn hele mooie vogeltjes, maar deze zijn in ieder geval heel klein. Aan de oostkant van Texel heb je ook de grote sterrens bijvoorbeeld. Die zijn flink stuk, bijna zo groot als een kokmeeuw. Dat is deze, dat is de grote sterren. En zo heb je nog een paar sterrensoorten die hier op het eiland broeden. Die je ook in het veld niet eens zo heel makkelijk uit elkaar kunt houden. En waarvoor mensen dan ook graag met mij meegaan. Dan weten ze tenminste welke ze voor zich hebben. Hebben we er nog eentje? Ja, we hebben er nog eentje. Ja. Maak je die foto's zelf? Deze wel, ja. Dit is een kneu. Echt een duinvogeltje. Een kneu? Kneu heet een kneu? Die. Ja. Oké. Okay. Jij hebt die naam niet gegeven? Nee. Een kneu, wat... Het is een zangvogeltje uit de duinen. Het is een vinkachtige, dat kun je zien aan de stevige snavel. Hij eet zaden en bessen. En is hij ook jaar rond te vinden. Maar in het voorjaar krijgen ze die hele mooie rode borst en rode voorhoofd. Tenminste de mannetjes. Want bij de meeste vogels zijn de mannetjes duidelijk mooier dan de vrouwtjes. We hebben er nog 3. Laten we heel snel even gaan. En deze. De lepelaar, bekende, hè? Ja, lepelaar is natuurlijk een van de trots van Texel. Het is een vogel waar de grootste kolonie van op Texel zit. De grootste kolonie van Europa. Je kunt ze in grote aantallen kun je ze zien. En het zijn hele fascinerende vogels. Reigerachtige met een bizarre lepelsnavel. En er komen mensen echt voor kijken. Ze willen echt graag lepelaars zien. Maar in de winter is het lastig. Ze zijn nu ook weer net terug. In februari komen de eerste lepelaars terug. Die zitten zich nu bij de geul, bij de mokbij, te vestigen op de kolonie. We hebben er nog eentje. We pakken er nog eentje bij. Nou, nog een blauwborstje. Nog een blauwborstje. Ja. En jij zei net een zingvogeltje of zoiets? Een zangvogeltje. Ja. Wat betekent het? Nou, een zangvogel is zeg maar een groep vogels. Die maakt die herrie 's ochtends. Precies. Ja, de merels en de zanglijsters. Ja. En die houden je uit je slaap. En steeds vroeger, hè, want ze beginnen zo'n beetje met zonsopgang. Ja. En daar... dan gaat het los en de zon gaat natuurlijk steeds vroeger op. Ze worden steeds vroeger wakker gemaakt. Komen er binnenkort nog mooiere andere dingen in de natuur waar jij dingen over kan vertellen?
Ja, nou, het is nu begin van de trektijd. Ja. De blauwborsten komen nu weer terug, maar er komen nog veel meer vogels naar Texel. En we krijgen nu zeg maar, elke week een aantal nieuwe vogels die weer zeg maar, terugkomen uit de overwinteringsgebieden. Dus het is eigenlijk elke week feest hier. Superbedankt. Ik denk dat we elkaar nog wel spreken. Lijkt me leuk. Ga ik mee? Ik ga mee. Dan maken we er meteen een leuke reportage van. Dankjewel. Dankjewel. Klaas de Jong, de natuurtip van deze maand. We hebben ook iets anders. Iets anders leuks. We nemen de Texelse maand met u door. Een paar kleine puntjes wat er deze maand allemaal gebeurd is. Als we het toch een beetje over de natuur hebben, Klaas. Han Lindeboom is geschorst als voorzitter van het Nationale Park. 10 februari, toen werd dat bekendgemaakt. De schorsing werd meteen omgezet naar ontslag. Han Lindeboom reageerde meteen bij de Texelse krant. Terwijl ik op Curaçao ben, zagen ze mijn poten onder de stoel vandaan. Dus ik ben benieuwd of hij daar nog wat leuks mee gaat doen. Dan was de brand iets minder leuks. Dan was de brand bij de Texelse autocentrale 24 februari. Maar gelukkig zijn ze weer druk bezig met een tijdelijke locatie op het Wezenland. Iedereen helpt daarmee om de boel weer zo snel mogelijk aan de praat te krijgen. Bakker Timmer heeft al aardig wat zaken op Texel, wat lunchrooms. De Bakker Timmer natuurlijk in Oudeschild zelf. Maar 18 februari is daar een nieuwe zaak bijgekomen in de Kikkerstraat in Koksdorp. De Pontweg is dicht voor groot onderhoud. Nog maar even hoor, want 31 maart kunnen wij daar weer op. En als we het toch over de natuur hebben, nieuwe vogelkijkschermen bij even voor de vuurtoren. Ja, we hadden een paar jaar geleden natuurlijk de walvis Johanna op Texel. 27 februari lag er ook eentje in de marinehaven in Den Helder. 9 meter lang was hij. Na een week was hij weer ondergedoken en hebben we hem niet meer gezien. We hebben ze net aan tafel gehad, de organisatie van Overstag. 17 en 18 maart was de eerste editie van Overstag. Dat is wel leuk, we hebben ze zometeen aan tafel. De organisatie van Op de Haven. En 18 maart was daar de kaartenverkoop van. Ik denk dat we daar zo nog wel wat over horen. 21 maart was de kaartenverkoop van de Super Kreisstar. Ik spreek het een beetje verkeerd uit, maakt niet uit. VVV kan je ze ook kopen. En ook dit jaar was er weer de horecabeurs op de 24e editie alweer. Dit jaar een rustige horecabeurs. Wij hebben een beetje gekeken hoe zou het nou kunnen. De Hanos en de Sligro hadden hun eigen al. Dan de Bernerlaan is 27 maart. De Bernerlaan is weer open. 27 maart worden de laatste boompjes en dingetjes geplant. Dus is hij weer helemaal klaar. En we hebben een koninklijk onderscheid van Marianne de Groot. Dat was afgelopen woensdag. Klaas de Jong hebben we net gehad over de natuurtip. We gaan het zo hebben over Overstag, over Op de Haven. Peter Koren en Nick Ran zitten daarvoor aan tafel. Laten we wel even naar de aftermovie van vorig jaar kijken. Texel, laat je horen! Vorig jaar de allereerste editie van Op de Haven. We hebben net de aftermovie gezien met de mannen van Bluff treden daarop. De eerste keer, het was volgens mij geweldig. Ja, we hebben nog steeds een glimlach op ons gezicht.
Dat was echt een mooi Texels feestje. Zeker een mooi Texels feestje. Ja, dit jaar Raccoon. Vorig jaar Bluff. Blijft het een beetje in de Nederlandse band? Of kun je daar nog niks over zeggen? Daar kunnen we nog helemaal niets over zeggen. We zijn al ondertussen stiekem ook druk bezig met volgend jaar. Ja, je bent afhankelijk van beschikbaarheid van artiesten en we hebben een behoorlijke wensenlijst. Een behoorlijke wensenlijst, maar ik denk, bijvoorbeeld net als Bluff, ze zeiden het voelt als thuiskomen. Het moet voor jullie, die mannen, die moeten toch leuk hebben gehad bij ons op Texel. Ja, dat hebben ze zeker. Volgens mij heb je daar vorig jaar nog bij gestaan na het concert. Ja, de band wil heel graag terugkomen, we hebben het echt naar hun zin gehad. Maar ja, je moet ook niet ieder jaar hetzelfde neer gaan zetten. Ieder jaar hetzelfde. Ik hoor zo dat er wat een en ander gaat veranderen, denk ik. Ja, vorig jaar maakten jullie bekend dat jullie op de haven gingen doen met Bluff. Nou, het stond meters dik, hè? Ja, de Tesla's hadden allemaal Guus Meeuwis nog in het achterhoofd. De kaarten waren in no-time uitverkocht en ze wilden vorig jaar niet misgrijpen. Dus, Guus Meeuwis was bij Bluff niks, met hoe gezellig het was. Nou ja, de gezelligheid is er altijd. Is er altijd. We hadden wel iets meer kaarten voor Bluff, dus er was ook wat meer beschikbaarheid. Dus gelukkig konden er veel Tesla's en toeristen heen. En ja, dat gaan we dit jaar gewoon weer opnieuw doen. En dan sta je hier voor de VVV, de kaartenverkoop begint voor de eerste editie voor Bluff. En dan zie je al die mensen daar staan tot nou ja, de andere kant van de weg. Dat is toch een gaaf gevoel. Ja, dat is super. En daar doe je het allemaal voor. Daar doe je het voor. Ja, Bluff was super. Dan ga je weer iets nieuws bedenken. Je wilt toch weer terugkomen op de haven. Raccoon dit jaar. Hoe zijn jullie op Raccoon gekomen? Nou, dat was wel een mooi verhaal. Morten die was op uitnodiging van Dorian van Rijsselbergen voor de Olympische Spelen naar Brazilië. En Raccoon die speelde daar in de studio van Radio 538. En Morten raakte in contact met de band. En kwam terug in Nederland en nog wat belletjes later. Was het geregeld? Was het geregeld. Ja, dat is mooi dat het zo gebeurt. Dus nou ja, ze zijn blij dat ze op Texel, jullie hebben ze zelf gesproken. We zijn blij dat ze op Texel mogen spelen. Ja, zo'n op de haven, dat zet je niet in één dag neer. Hoeveel dagen zijn jullie bezig met het opbouwen van het terrein zelf? Nou, we zijn ongeveer het hele jaar door vergaderen we met z'n drieën. En we zijn in de opbouwen een week met z'n drieën de hele week op de haven te vinden. In principe podium en geluid en licht wordt dan natuurlijk allemaal uitbesteed aan derde partijen. Maar je moet wel zorgen dat het allemaal op de juiste plek staat en aanspreekpunt. Ja, je moet wel veel medewerking hebben van de Texelse ondernemers. Ja, we doen het voor Texelaars en ook een beetje door Texelaars. We hebben natuurlijk een heel aantal Texelse bedrijven die ons sponsoren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat het gewoon één groot Texels feest wordt. Want bij de VVV lagen meer kaarten als dat ze online konden bestellen. Ja, ook bij de VVV was het een drukte. We hebben hier een foto, ze stonden gewoon in de rij. Als het goed is ook een filmpje dat ze naar binnen liepen allemaal, dat de deur open ging om 9 uur. Ja, ook dit jaar was er weer genoeg drukte. We hebben de Tesla's een kleine voorsprong gegeven door de eerste kaarten bij de VVV aan te bieden. En 's middags om 2 uur ging de link bij Ticketmaster online en kunnen ook mensen van de festivalkaartjes kopen. En aankomende week gaan we ook de promotie op gang zetten om het bij vakantieparken en bekend te maken. En ervoor zorgen dat ook de toeristen de kaartjes kunnen kopen. Want de eerste mensen die lagen er al om 5 uur, die wilden zeker weten dat ze een kaartje hebben. Toen kwamen ze hier, toen hadden ze echt wel zin in een paar bakken koffie. Maar ja, vorig jaar een hele mooie editie neergezet. Gaan er dit jaar andere dingen gebeuren? Een andere band in ieder geval, Raccoon. Maar andere dingen als de vorige editie? Ja, de belangrijkste wijziging is denk ik het VIP-deck. Afgelopen jaar hadden we de TX44 waar de VIP's op konden zitten. Dit jaar schijnt het laag water te zijn in de haven. Dus dat was geen optie. Nee. Dus we hebben een VIP-deck boven de bar. Afgelopen jaar stond de bar langs de dijk, langs de ijsdijk. Ja. En daarbovenop komt een VIP-deck. Waarmee ook meteen de uitkijk vanaf de dijk geblokkeerd is. Dus, mensen moeten wel hun kaartje kopen. Mensen mogen dit jaar gewoon binnen op het terrein kijken.
Werd er veel gekeken vanaf de dak? Nee, dat viel wel mee. Maar het, is, het VIP-dek wordt echt gaaf. 200 vierkante meter op 3 meter hoogte. Dus mensen op een VIP-dek kunnen het beste zien eigenlijk? Ja. En we hebben een arrangementje gemaakt met de cateraar. Een VIP-kaartje kost €75. En dan kunnen ze de hele avond onbeperkt drinken. Zijn ze er nog, de VIP-kaarten? Er zijn nog VIP-kaarten beschikbaar. Uitsluitend via Ticketmaster nog te kopen. Die zullen hard gaan, hoop ik. Ja, dan is het binnenkort zover 20 mei. De tweede editie alweer. Jullie zitten hier met z'n tweeën. Maar jullie doen het eigenlijk met z'n drieën. Met Moort en Eswaard er nog bij. Ja. Hebben jullie er zin in om de tweede editie weer goed neer te zetten? Ja, ontzettend veel zin. We hebben nog 2 maanden tijd. En er moet nog best wel wat gebeuren. Even een aanvulling op Peter nog. Qua verandering op vergelijking met vorig jaar. Het terrein zal wat ruimer opgezet worden. Want vorig jaar was het op sommige plekken toch best wel druk. Dus dat is wel het vermelden waard. Ja. Dus mensen hebben extra de ruimte om te dansen. Ja, inderdaad. Nou, dat is leuk. Ik denk dat we jullie zeker nog wel spreken na die tijd hoe de tweede editie van Op de Havel was. Dankjewel. Dank je. Dat was Peter en Nick van de organisatie van Op de Haven. Ja, dan is het einde gekomen aan de uitzending van de eerste Texel Kijken en Luisteren. Alle sponsoren natuurlijk, super bedankt, die hebben meegeholpen om dit allemaal neer te zetten. En we hebben eigenlijk volgende maand de reguliere uitzending, maar 2 april tussen 16:30 en 17:30 hebben we een extra uitzending in Cliff. Cliff 12, u mag natuurlijk langskomen. We gaan het hebben over Broadway Boulevard, Jazz Festival en al veel meer andere dingen. Kijk op de Facebookpagina van Cliff en Texel Kijken en Luisteren. We willen graag bedanken Joost Graaf voor de camera, de technische en alles daaromheen. Patrick Zijm ook. Evelien Wetering, het bestuur van Texel Kijken en Luisteren uiteraard. Jaap Ilmer voor het filmen van het een en andere. Ja, het was een top uitzending. De allereerste van Texel Kijken en Luisteren. Volgende maand tussen 10 en 11 zijn we er weer. Dan zitten we bij het Woudershok, maar 2 april zijn we er. Tussen 16:30 en 17:30. Tot volgende keer.